Stephanie Bauma, wij spreken jou na afloop van de Tilburg 10 miles. Bijzondere wedstrijd, snelle Kenianen en natuurlijk ook Dibaba. Wat is jouw doel dan? Hoe ga je daar van start? Ik had de hele week gewoon doorgetraind, dus het was eigenlijk de bedoeling om ongeveer 35 minuten te lopen. Dan was het prima geweest. Maar ik liep 34:25 denk ik, dus het was prima. Je hebt een seizoen waarin je eigenlijk het seizoen in tweeën deelt. Je bent duatleten, uitstekend ook gedaan bij de wereldspelen duatlon. En dan weer over naar het hardlopen. Is dat een beetje zoals jij je seizoen indeelt? Zo is het dit jaar wel gegaan, ja, omdat ik nu mooi het wereldkampioenschap halverwege het seizoen had. Maar normaliter is het wereldkampioenschap in september, dus dan train ik iets langer door met duatlons. Je begon dit jaar met de marathon in Rotterdam. Was je niet helemaal tevreden, had ik het idee. Na seizoen opnieuw een marathon, Eindhoven. Wat is het doel daar? Ja, eigenlijk hetzelfde weer als Rotterdam, dus onder die 2:40 richting 2:38 daar ergens. Dus daar ga ik op weg. Je hebt in het Noorden aardige concurrentie, Mariska Kramer is dat vandaag voor jou. Is dat een atleet waarvan je zegt, nou in de marathon daar kan ik de battle mee aan? Ik denk dat hij te hard weggaat. Tenminste voor mij. Zij loopt net iets harder. Maar wie weet in de toekomst. Marathon, is dat iets waarvan jij zegt van daar wil ik me eigenlijk wel graag op toeleggen? Ik vind het heel gaaf om te doen. Dus ik ga zeker nog vaker lopen dan Eindhoven. Betekent dat de duurlon nog altijd jouw hoofdmoot is? Of gaat dat langzamerhand verschuiven naar het hardlopen? Ja, de duurlon kan er prima naast. Het is allebei duur, dus dat het kan allebei. Nu even nog een paar weekjes tot Eindhoven. Het zwaarste kop nu nog, denk ik. Dat denk ik wel, ja. Vooral veel omvang en veel kilometers. Maar het is voor een goed doel. Gebeurt allemaal in eigen land? Ja, allemaal in Groningen eigenlijk. Stephanie Bauma, hartelijk dank. Veel succes bij het NK in Eindhoven. Graag gedaan.